Hallo mensen, Richard Vive hier. Leuk dat jullie weer op mijn YouTube kanaal komen kijken. En ik ga vandaag weer een houten droom filmpje opnemen. Ik heb van 6-7 mensen heb ik de vraag gehad of ik een keer een filmpje wilde maken, een houten droom filmpje wilde maken, of een uitleg eigenlijk. Hoe ik te werk ga als ik een droomfilmpje maak. Dus wat zijn mijn voorbereidingen, wat zijn mijn planningen, hoe ga ik daarmee om en of ik dat een keertje wilde vertellen in een houten droomfilmpje. En dat ga ik bij deze doen. Vind ik een erg leuke vraag. De mensen hebben wel wat langer moeten wachten op de uitleg, omdat ik er goed over na moest denken hoe ik het in beeld moest brengen, hoe ik het moest vertellen. Niet omdat ik niet weet hoe ik mijn voorbereidingen of mijn planningen doe, dat weet ik echt wel. Maar hoe ga ik dat nu op de juiste manier in beeld brengen, verwoorden en zo maar verder? Daar heb ik even over na moeten denken. Nou ja, vandaag is het zover. Genoeg geluld. Laten we meteen beginnen. Het eerste wat ik altijd doe voordat ik een idee of een voorbereiding of een planning ga maken, is checken of ik daar waar ik de locatie is, of daar waar ik zou willen gaan vliegen, of daar waar het object is, of ik daar überhaupt wel mag vliegen. Dus daar check ik de GoDrone app voor en de Arit app. Ik weet geen eens of ik het goed uitspreek, maar ik ga de link in de omschrijving achterlaten. De GoDrone app is natuurlijk de officiële app die we moeten gebruiken. En de Arit, ik zei het app, maar de Arit website, die vind ik eigenlijk vele malen beter. Die is nauwkeuriger, die is up-to-date en die laat ook per categorie zien wat er mag of wat er niet mag. Of er beperkingen zijn of dat er geen beperkingen zijn en zo maar verder. Goeie website, ik zal de link achterlaten. Raadpleeg die of je daar überhaupt mag vliegen als je iets hebt gezien waar je een droomfilmpje van zou willen gaan maken. Nou, het eerste wat ik ga doen als ik heb gezien dat ik op locatie mag vliegen, is informatie verzamelen, beeldinformatie verzamelen. Dus die kan je verzamelen op YouTube, die kan je verzamelen op Facebook, aan de hand van filmpjes, foto's. En dat hoeven niet per se dronefilmpjes of foto's te zijn. Dat kunnen ook gewoon, wat ik in ieder geval doe, gewone filmpjes en foto's zijn. Ik wil in beeld krijgen wat is er te zien en hoe ga ik dat naar mijn eigen hand zetten. Want het is niet mijn idee om iemand na te apen of iets na te doen. Nee, ik wil een filmpje maken wat bij mij past en zoals ik naar het onderwerp kijk. Wat ik daarnaast ook nog eens doe, is dat ik ruim van tevoren ook via Google Maps kijk naar de omgeving daar waar ik wil gaan vliegen. In dit geval dus de Pier van Scheveningen. Daar zoom ik dan wat op in. Ik zoom er weer op uit. Ik kijk of er obstakels zijn die ik in de filmpjes of in de foto's die ik even verzameld heb nog niet gezien heb. Dat doe ik dus altijd als ik ergens op een locatie wil gaan filmen. Kijk altijd of er obstakels zijn, hoogspanningsmasten, iets wat ik nog niet gezien heb. En je kan tegenwoordig ook met Google, of als eigenlijk al een tijdje, kan je hem ook op 3D zetten, zodat je ook het beeld een beetje kan kantelen, rond kan draaien, rondom het onderwerp wat je wil gaan filmen. En zo krijg je ook een betere beeldvorming van, hey, dit kan ik met mijn drone doen, dat is een mooie aanzicht, dat is een mooie aanvliegroute. Maar ook dus kijken van, wat doet de achtergrond, waar kan ik zelf gaan staan, zodat ik niet hinderlijk in beeld ben, of wat wil ik nu juist in beeld krijgen, wat wil ik niet in beeld krijgen. Dat kan je dan alvast een beetje, door hem in 3D te zetten, kan je alvast een beetje rondkijken rondom je onderwerp of je object, wat je met je drone wil gaan filmen. Nou, als ik dat gedaan heb, dan bedenk ik het idee erbij van, oké, wat wil ik dan in beeld brengen? Het leek mij mooi om daar de zonsondergang bij te filmen bij de pier van Scheveningen. Dus dan ga ik, dat is dan mijn volgende stap in die voorbereiding, ga ik checken van, hey, hoe ziet het weer? Er komen de dagen uit en wanneer zou ik, dus een stukje planning, wanneer zou ik daar naartoe kunnen gaan om die pier te gaan filmen bij zonsondergang? Ook dat hoort bij je voorbereiding en bij een stukje planning. Nou, als je dan ziet dat er over een x aantal dagen dat het zonnig weer is, check dan hoe laat de zon ondergaat en zorg, hoort ook weer bij planning en voorbereiding, dat je daar zeker een half uur tot een uur van tevoren aanwezig bent. Zo kan je gewoon op je gemak nog eens rondkijken van, hey, klopt het met de beeldinformatie die ik van tevoren al bij elkaar heb verzameld? Klopt het met wat ik nu zie? Nou, wat ik daarnaast ook nog eens doe, is bedenken wat voor beelden wil ik zien. Ik bedenk bijvoorbeeld de intro, ik bedenk de outro, maar bijvoorbeeld ook andere beelden, zoals het recht omhoog opstijgen bij de pier, bij de toren en dan langzaam de gimbal tilt. Dat kan je bedenken. Nou, zo kan je ook bijvoorbeeld een orbit bedenken om die pier heen. Dat laat ik hier dan ook zien. Moest je die hele orbit in beeld brengen? Nee, je kan natuurlijk gewoon een stukje van die orbit gebruiken. Dat is voldoende. En zo kan je natuurlijk al van tevoren ook bedenken van, hey,
Dit wil ik, dat voor beelden, dat, dat soort beelden wil ik in mijn filmpje hebben. Ook dat hoort bij je voorbereiding en bij je planning. Plan niet je hele filmpje alvast helemaal vol. Laat ook ruimte, dat doe ik in ieder geval, laat ook ruimte voor beelden die je daar spontaan bedenkt. Dat je denkt van, hé, dit is ook een mooi gezicht als ik op deze manier dit in beeld breng. Dit is iets bijvoorbeeld, dat laag vliegen over het strand en dan langzaam over het water. Dat lage standpunt, dat heb ik daar bedacht. En niet dat het nieuw is, maar dat heb ik daar bedacht. Ik zag die zon, die weer schijning onder die pier doorkomen. Ik dacht van, hé, het is ook mooi om laag over het strand, over het water, dingen in beeld te brengen. Nou, wat ik ook vaak doe, is alvast een muziek uitzoeken die ik onder mijn filmpje wil hebben. En dat is niet zo ingewikkeld. Ik zoek een muziek uit van 2-3 minuten. Het is wat jij mooi vindt. Maak het niet te lang. En dat luister ik 1 of 2 keer. En dan heb ik ook al een bepaald beeld bij het tempo waar ik in wil vliegen. Bij het tempo waarmee ik mijn moves, mijn drone moves wil maken. Daar heb je dan al een beter beeld bij. Ga ik wat sneller vliegen? Ga ik wat langzamere beelden gebruiken? Zit er een break in of wat dan ook in die muziek? Dan kan je daar alvast tijdens het filmen kan je daar ook rekening mee houden. En dat maakt het al een stuk makkelijker zo dadelijk in je montage. Nou, ik ben een beetje aan het einde van mijn verhaal gekomen. Zoals ik mijn voorbereiding, mijn planning doe. Als ik een droomfilmpje ga maken, doe ik dit altijd? Nou, ik denk 75-80% van de keren dat ik een droomfilmpje ga maken, doe ik het op deze manier. Maar dit is een beetje zoals ik het doe. Die 20-25% dat ik het niet doe, doe ik het stiekem toch, maar dan heel kort. Dus veronderstel dat ik iets gezien heb vandaag. Denk dan van, oh, dan wil ik morgen gaan filmen. Nou, dan check ik vanavond gewoon met een iPadje of met mijn telefoon. Of achter de computer. Van, wat doet het weer morgen? Kan ik er überhaupt morgen vliegen aan de hand van de Arit-app of de GoDrone-app? Nou, dat soort kleine dingetjes kan je natuurlijk altijd even voorbereiden. Ook even die accu checken. Kan ik morgen wel vliegen? Nee, want mijn accu's zijn leeg. Oké, nou, dan moeten ze vannacht even aan de lader. Nou, het zijn allemaal van die dingetjes die in die 20-25% zitten. Nou mensen, dit was mijn autodroom filmpje. Mijn uitleg zoals ik mijn voorbereiding doe, zoals ik mijn planning doe. Het is allemaal geen rocket science, het is allemaal niet zo ingewikkeld. Maar het helpt mij wel door makkelijker te dronen, sneller te kunnen dronen. En te weten wat voor beeldmateriaal ik wil gaan verzamelen om uiteindelijk mijn filmpje te kunnen maken. Moet je dit nu exact op dezelfde manier doen? Nee joh, doe het op je eigen manier. Kijk welke dingen voor jou interessant zijn die ik verteld heb. En maak je eigen voorbereiding. Als je maar een voorbereiding hebt, want dan ga je beter op pad. En kom je ook, ben ik van mening, met betere beelden kom je weer thuis. Ik vond het in ieder geval weer leuk om hierover te vertellen. Hebben jullie hier wat aan gehad? Laat even een like achter. Hebben jullie aanvullende informatie? Plaats dan hier beneden in de reacties even die aanvullende informatie. Want daar heb ik wat aan. Hebben anderen wat aan? Kunnen we met z'n allen weer wat voor leren? Nou, vind je het ook nog leuk, de houten droomfilmpjes die ik maak? Druk dan ook nog even op de abonneerbutton hier beneden. Dan ga je me automatisch volgen. Mensen, dit was hem voor me. Ik vond het leuk om te doen. Tot de volgende keer en vlieg veilig. Bye bye. Oké, tot gauw. Siri moet zich er ook nog even mee bemoeien. Mensen, de groeten.